Sobol. Meegeven met Lang. Oh, ja. Hij kan hem meenemen. Opletten geblazen. Lang nu aan de achterlijn. Hier is Dost en hij gaat het doelpuntje maken. Ja, dit is typical Quentin natuurlijk. Ja. Ja, die achterlijn opzoeken en dan dat balletje terugleggen. Maar een beetje onbegrijpelijk dat de verdediger van OA Leuven ernaast zit daar. Ja, dat hij die bal niet heeft. Hè. Is wel niet zo heel goed van Quentin. Mercier Tamari, dat is een cadeautje hoor. Dit is echt een grandioos cadeautje van Quentin. Net wanneer hij dus aan die tweede helft start met zijn defensive team. Ja, laat hij Ionel toe terug in de wedstrijd te komen. En dat ligt hem toch echt beter. Opletten geblazen, want Lang gaat er nu vandoor en de goal. Het is 2-1 voor Quentin, die telkens echt wel genadeloos toeslaat. Je mag hem geen centimeter geven op die counter. Dit doet hij opnieuw heel goed. Hè. Quentin gaat ook nooit de fout maken om in te stappen met zijn centrale verdediger. Hij houdt altijd die twee CDM's vast. Mercier, Altamari! Mooi hoor van Ionel. En waar Noah Lang de matchwinnaar aan het worden was voor Quentin en Club Brugge, is Altamari dat nu voor OH Leuven. En Dost, ja. Dirar trekt de motor nog eens op gang. Voorzet komt of niet van op de achterlijn. En de goal! Het doelpunt van Hans van Aken. En Ionel die, ja, kan het blijkbaar niet geloven. Wat een ruimte dat daar allemaal is voor Dost. Niet voor Van Aken, sorry.